Hallo iedereen en welkom bij Vlogmasdag 12. Het is... Ik heb geen idee welke dag het is. Oh god. Oké, denk woensdag, dinsdag. Ik weet het niet. Amai, even blackout. Maar oh, nu vergeet ik wat ik wil meenemen. Ja, ik zal eerst naar boven gaan. Ik heb zo net een nieuwe mat aangekregen die ik had gekocht. Ik ga die in de slaapkamer leggen. Ik wil die onder het bed leggen. Dat gaat nu totaal niet mooi zijn met alle Christmas shit going on in this room, maar ja, als alle kerstdingen weg zijn binnenkort, dan wil ik de kamer helemaal veranderen. Dus ik ga die mat wel leggen. Het is toch een veilige mat, dus ik ga hem halen. Oké, ik heb de mat. Hij is van Benuta en dat is geen samenwerking. Ik heb wel alles samengewerkt met Benuta, maar deze heb ik gewoon zelf gekocht. Dus, weten jullie dat? Ik ben heel benieuwd, want het is zo'n oude vintage mat. De vraag is wel, hoe ga ik dat hieronder krijgen? Oké, ik heb echt geen flauw idee hoe ik die in godsnaam onder dat bed ga krijgen. Tenzij dat niet zwaar is, maar jawel. Oh god. Ik moet even kijken wel. Oh. Ja, dit. Goed. Yeah, buddy. We like it. Very muchy. Eens kijken, ik ga die in zo op deze richting moeten gaan leggen. En die moet natuurlijk nog zo plat gaan. Dit is hem dus. Dit is zo echt een vintage mat. Hey, dat lijkt vintage, maar dat is natuurlijk niet echt vintage. Maar echt super mooi. Wauw. I love it. En hij gaat ook super mooi zijn met het bed en zo. Mijn plan is om twee kaders boven het bed te hangen. Alle rommel weg. Ik wil de kamer heel clean maken. De paravent gaat denk ik wel blijven. Maar daar ga ik of deze stoel zetten of een zeteltje. Daar in die hoek of in deze hoek. Ik weet het nog niet. Hier wil ik een grote plant die niet te groen is. Maar eerder zo donkergroen is. En hier gaan twee schuivenkasten. Of drie misschien. Hangt er vanaf wat er tussen kan komen van de IKEA. En dan de spiegel mag wel ergens blijven. En die decennio-posters wil ik ook wegdoen, maar ik wil er dus twee boven het bed hangen. Zo kan ik het er van onder. Oké, conclusie. Ik ga dat er nooit van zijn leven alleen onder krijgen. Dus ik ga het ook niet proberen. Ik wacht wel op Niels strak of zo. Oké, tijd voor mijn theetje van vandaag. Dat is de Turmeric Gold van mijn kalender. En mijn snoepje van vandaag, mijn chocoladje, is een nootje. Cute. Dus ik ga even dit eten. Trouwens, deze middag soep gemaakt. Deze is voor morgen voor Niels naar het werk. En deze is nog voor mij morgen en overmorgen. Santa baby. Jeppity. Chocoladje erbij. Yummy. Amai, ik ben echt zo slecht bezig trouwens met mijn water. Dit is alles wat ik vandaag heb gedronken. En deze fles is echt maar een liter en een halve.
Dat is echt bijna niks wat ik heb gedronken. Ik moet echt eens terug veel beter en meer drinken. Oké, ik ga even voor de tv mijn vlog monteren. Dan zie ik jullie zelfs. Oké, Niels heeft het bed omhoog gehoffen. Dat was een hele werkske. Wat gaat je doen? Muffin erin zetten. Stuur een op. Muffin wel? Nee! Muffin niet verkopen. Muffin is van ons. Garm. Oh, garm. Kom. Maar dus, dit is de mat. Ik heb even dingen op de hoeken gezet, omdat dat zo nog moet ontkrullen, ook hier. Maar echt super mooi. Nu past dat wel echt niet met die lakens die al print hebben en zo. Maar wacht tot het af is. Maar ja, ik ga daar nog wel even mee wachten, want het is kerst en ik wil... Oeh, oh, ik wil die kerstdingen nog niet. Voilà. Oh. Oh ja, tuurlijk. Milky gaat er wel graag liggen. Dat wist ik al. Nee, niemand krijgt jullie, hè? Voor altijd bij ons. Dus ja, ik ben wel echt blij. Dat gaat mooi zijn als alles helemaal af is. Maar ja, nu met die lakens en al trekt dat niks. Jij had ooit zo'n mat, maar je hebt daar kaarsenvet op laten morsen. Ja, van de Action voor 12 euro had ik een. Zot, hè? Maar ja, niet zo groot, hè? Wat? Nou, je hebt beter terug naar de Action. Ja, maar deze was ook maar 140 euro. Allee, dat is duurder dan 12, maar ça va. Gaan jullie hier blijven zitten? Ja? Allee, we zullen de doos even laten staan dan. Goed? Dan kunnen jullie blijven. Goed? Hallo. Dus de volgende ochtend. Ik heb gisteren gefaked-tanned en ik heb veel te veel fake-tan in mijn neus dingen gedaan. Allee, fake-tan, zo druppeltjes die je in uw moisturizer moet doen s'avonds. Ik gebruik die van Marc Jacobs en die heb ik van bij Maison Charlotte. Plus, ik ben ook vergeten om mijn handen daarna te wassen. As you can see. Was jullie handen als je je gezicht fake tint. Maar mijn gezicht ziet wel echt wat bruiner. Maar ik heb gewoon hier niet goed uitgeveegd. In de hoek van mijn neus aan deze kant. Maar oké, ik ga er toch wat schmink over doen. Dus dan gaat je dat niet meer zien. Ik wou even iets delen met jullie. Ik heb een tijd geleden, ik denk toch al dat het al bijna een jaar geleden is, gezegd dat ik mijn gezicht scheer. En er waren toen best wel veel vragen over gekomen. Maar dat is dus dermaplanning. En sindsdien doe ik dat om de 2 weken. Hier is een mesje. Je moet dat eigenlijk met zo'n eyebrow mesje doen. Ja, dus die gaat helemaal open. Maar ik ga dat nu niet met één hand doen. Want dan snij ik mezelf misschien. Ik heb er nu van Levanda. Ik denk gewoon dat ik die van bol.com heb. Maar ik heb er ook al andere gehad, lange. Maar hier zitten nog extra vervangmesjes bij. Dus dat kwam goedkoper uit. En ik heb heel veel... Ja, ik heb hier nu ook pukkels en zo. Dus don't mind my skin. Ziet er niet zo goed uit momenteel. Maar ik heb heel veel dons haar. Ik weet niet of je het kunt zien op mijn wangen. Ik heb echt heel veel blonde haartjes. Echt overal. Ook hier, hier, hier. Ik heb echt heel veel dons haar in het blond wel. Dus dat stoort op zich niet zo hard, dat blond. Maar ik vind het toch aangenamer als dat er niet is. Want dan is mijn huid veel smoother. Dan kan ik ook veel beter make-up aanbrengen. Plus, dat is een soort van dermaplanning. Dus ook al uw dood vuil komt er eigenlijk mee af. Je zult zelfs wel zien wat ik bedoel. Maar als je dat doet, komt er ook dood vuil mee af. Oké, de bel, ik ga even open doen. Oké, de buurman kwam zijn pakje ophalen. Maar dus, waar was ik? Ik weet het niet meer, maar alleszins. Dus er komt ook dood vuil mee af. Wat echt wel goed is voor uw huid om zo eens goed te zuiveren. En ik doe dit om de 2 weken. Dus dit is het mesje wat ik gebruik. Ik heb hier denk ik nog een van mijn vorige mesjes. Maar dit. Dus je moet eigenlijk gewoon een eyebrow razor hebben. Op bol.com koop ik die altijd. En dan
is het eigenlijk gewoon heel simpel. Je gaat gewoon altijd van boven naar onder werken. Dus nooit tegen je haartjes in doen, maar altijd met de haartjes mee. Je haartjes komen ook niet dikker terug, dat is echt wel een fabel. En zeker niet gezichtshaar, dat is gewoon blonde dons. Dus dat komt ook gewoon als blonde dons terug. Dus ja, ik ga laten zien hoe ik het doe. Dus ik ga een beetje scheef, nooit rechterop, maar schuinerop. En dan ga ik gewoon naar beneden. En hier zie je al, dat zijn part haartjes, maar ook dode, dode huidcellen, of hoe noem je dat, wat ermee afkomt. En daardoor gaat je gezicht ook echt wel meer glowen en betere shine hebben. Je productjes beter opnemen. Dus ja, is wel tof. Je kunt dat ook bij verschillende schoonheidsspecialisten laten doen. Kijk. Eeuw. Ja, sorry voor mijn vinger trouwens, maar ja. je kunt dat dus ook wel bij de schoonheidsspecialist laten doen. Die doen dat ook. Ik weet dat mijn zo Charlotte dat doet. Ik denk dat hij daar pas mee is begonnen voor de tweede lockdown. En ik ging dat daar ook doen. Maar door de lockdown ben ik nog niet kunnen gaan. Maar ik ga wel gaan zodra ze terug open is. Want ze doet er dan ook wel een beetje een huidbehandeling bij. Dus dat is wel tof. Maar dus doordat uw dode huidcellen weg zijn en uw haartjes ook weg zijn, trekken uw producten ook gewoon veel beter in uw huid. Dus dat is echt wel een voordeel. En dat is ook trouwens heel zacht nu, dit stuk wat ik heb gedaan. Je ziet, komt echt wel redelijk qua vanaf. En zo ga ik gewoon eigenlijk heel mijn gezicht doen. Ik doe ook wel hier wat mee en mijn nek een beetje mee. Ik heb hier trouwens een pukkel. Dus dat doe ik ook. En ik heb het gevoel dat mijn huid echt wel meer glowy is. En er veel gezonder uitziet als ik dat doe. Dus ik ga nu al de rest doen. Oké, I'm done. Alles is eraf. Amai, mijn gezicht voelt echt altijd als ik dat doe gelijk een babypoepje of zo. Echt zo zacht. Dat is echt niet normaal. Je moet natuurlijk zien dat je wenkbrauwen niet wegscheert. En je haar, dat je goed je haren van naar achter doet en niet te dicht bij de haarlijn. Want dan kun je wel eens haar meenemen. Dus dat zijn mijn tips. Maar alleszins, dit is echt zo goed voor mij. Ik heb dat trouwens echt begonnen omdat ik naar Julia Havens aan het kijken was. En die doet dat om de 2 weken. En die zei dat er zoveel benefits van zijn. En dan zei Charlotte van mijn zoon Charlotte ook dat dat echt goed is voor je huid. En dat zeker als je heel veel dons hebt, dat je huid die producten veel beter kan opnemen en zo. Ik merk ook als ik nu ga ik me schminken, als ik dat doe, dat mijn schmink echt veel beter blijft en veel smoother erop gaat. Dus dat is ook wel fijn. Oh, ik doe even een hydraterende primer op. Ik kan ook echt gewoon een goede hydraterende crème smeren nu. En gewoon voorzichtig zijn. Je ziet dat ik wel wat rood heb nu momenteel. Maar dat trekt weg. Maar ik heb me ook wel eens 1 keer hier gesneden met dat meisje. Dus please, zijt voorzichtig als je dat doet. Maar dit is dus hoe ik mijzelf at home een dermaplaning geef. Of dermaplaning. Ik weet niet juist hoe je het zegt. Maar alleszins, ja. Zo scheer ik mijn gezicht, zal ik het zo zeggen. Ondertussen heb ik mij ook geschminkt. Zoals jullie kunnen zien. Dan kan ik nog even iets laten zien voor ik de vlog afsluit. Ik heb zo'n roomsprays van El Nabil, noemt dat. En deze is Dubai Night en dit is echt de beste geur ever. Ik wou echt dat jullie dit konden ruiken. En ik wou ook dat ik hier een parfum van had. Ik weet niet of ze dat hebben, dat kan misschien wel zijn dat ze dat hebben. Dus ik ga eens checken. Maar oh, ik heb die al best wat gebruikt. Maar er zit nog wel veel in. Ah, er is nog niet zoveel uit voor hoeveel ik die heb gebruikt. Maar deze geur is echt
Zo lekker. Niels zei ook in de week toen hij hier binnenkwam van amai, het ruikt hier kei lekker. Wat is dat? Ik zeg ja, nieuwe roomspray. Dus echt wel top. Ik wou dat nog even delen met jullie. Maar ik ga hier dus de vlog afsluiten voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. En dan zie ik jullie in de volgende vlog, mensen.